Goedemiddag iedereen. Welkom op deze nieuwe sessie van de Digital Law Series Keeping Up with GDPR van Altius. De sessies waar dat wij u op de hoogte gaan proberen te houden van al het reilen en zeilen in GDPR-land. Wij, dat ben ik zelf, Jan Klink, en mijn collega Anne-Sophie Raoul. Wij hebben voor u een aantal topics geselecteerd, een soort van overzicht dat we u willen bieden van de afgelopen weken en maanden van al hetgeen dat is gebeurd omtrent gegevensbescherming. Zowel op Europees, Belgisch als ook op het niveau van onze noorderburen in Nederland. Anne-Sophie, het is al beginnen met toelichting te geven bij de Standard Contractual Clauses, waarvan het er een nieuwe versie is gepubliceerd. En nadien gaan we ook verder ingaan op een aantal recente beslissingen door het Hof van Justitie, door de Gegevensbeschermingsautoriteit en ook door het Marktenhof. U kan al uw vragen tijdens deze sessie stellen in de Q&A, dan beantwoorden wij die heel graag. En dan geef ik nu het woord aan Anne-Sophie. Bonjour à tous, merci Yann. Comme Yann vient de l'expliquer, on va commencer par les nouvelles au niveau européen, à commencer par les clauses contractuelles type, le gros hot topic du moment. Alors, comme vous le savez sans doute, la Commission européenne a récemment publié deux sets de clauses contractuelles type, donc récemment, ce mois-ci, début du mois. La première, les premières clauses contractuelles type, le premier set, concerne celles qu'on connaît bien. Les clauses qui vont être utiles pour les transferts internationaux de données vers des pays tiers. Donc ça, c'est sur base de l'article 46 du RGPD. Ça, c'était vraiment nécessaire depuis l'adoption du GDPR en général, puisque les dernières dataient de 2010, mais l'urgence de la nécessité de l'adoption de ces clauses a été encore mise en avant avec l'adoption de la REC-Schrems 2 par la Cour de justice récemment. Le deuxième set de clauses contractuelles type concerne les contrats de traitement de données. Donc ça, c'est des contrats de sous-traitance intra-européens sur base de l'article 28 du RGPD. Alors, on commence par celle qui concerne les traitements transfrontaliers de données ou les transferts transfrontaliers plutôt. En ce qui concerne les grandes innovations que ces clauses contractuelles type apportent, c'est tout d'abord leur flexibilité. Donc on a vraiment un seul document qui va comprendre des modules, 4 pour être précise, et dont on va pouvoir adapter le contenu en fonction du cadre d'espèce. Donc on a un module qui concerne les transferts de responsable du traitement vers responsable du traitement, un deuxième de responsable du traitement vers un sous-traitant, le deuxième à chaque fois étant celui qui est dans le pays tiers. Et puis, et ça c'est les nouveautés, alors on a un module d'un sous-traitant vers un autre sous-traitant ou d'un sous-traitant vers un responsable du traitement dans un pays tiers. Les nouvelles clauses contractuelles type comprennent aussi une sorte de Schrems 2 toolbox, donc c'est-à-dire que la Commission a rajouté des obligations et des éléments pour aider les entreprises à respecter le prescrit de la Schrems 2. Autre nouveauté, c'est le champ d'application de ces clauses contractuelles type, puisqu'elles peuvent être applicables dès lors qu'on a une entité soumise au DGDPR, qu'elle soit un responsable du traitement ou un sous-traitant, qui transfère des données vers une autre entreprise qui n'est pas soumise au GDPR. Là, on a quand même des questions qui ne sont pas encore résolues par ces clauses et on espère que le DBB va les résoudre dans des guidelines prochainement, puisqu'on pourrait imaginer un cas où l'entreprise importatrice, donc dans le pays tiers, est dans un pays tiers, mais est elle-même quand même soumise au RGPD de par son activité qui est dirigée vers les pays de l'Union européenne. Et donc dans ce cas-là, on va avoir un transfert de données vers les pays tiers, mais on ne pourra pas, selon ce champ d'application, utiliser les clauses contractuelles type. Donc là, on attend encore le DPB pour donner des indications complémentaires. Autre nouveauté, c'est la possibilité d'avoir
des contrats multipartites, ainsi qu'une docking clause, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, en cours de route, une fois que le contrat a déjà été conclu, rajouter une troisième ou une quatrième personne, entité, au contrat en cours. Et enfin, on a une période de transition de 18 mois qui est prévue et dont on voit ici un petit schéma qu'on vous a fait pour essayer de savoir quand il va falloir changer et passer aux nouvelles ou quand, dans quel cas de figure, on peut garder les anciennes clauses contractuelles type. Donc, on commence évidemment en haut à gauche. La première question à se poser, c'est si vous avez déjà un contrat existant qui utilise les clauses contractuelles type pour des transferts vers un pays tiers. Alors, il va falloir se poser, si cette réponse est oui, on a déjà un contrat, il va falloir se demander si les opérations de traitement qui sont soumises à ce contrat vont changer avant décembre 2022, puisqu'on a une période de transition de 18 mois. Si elles ne vont pas changer d'ici là, alors jusqu'en décembre 2022 maximum, on peut garder les anciennes clauses contractuelles type, mais il va falloir maximum en décembre 2022 passer aux nouvelles. Si par contre les opérations de traitement vont changer entre maintenant et décembre 2022, il faudra passer aux nouvelles clauses contractuelles type au plus tard au moment de ce changement des opérations de traitement. Par changement d'opération de traitement, on veut dire typiquement les annexes dans les clauses contractuelles type dans lesquelles on va décrire les données qui sont transférées, les mesures additionnelles prises pour leur sécurité, etc. Si on reprend le départ, si on n'a pas par contre de contrat aujourd'hui qui utilise les clauses contractuelles type, alors on va pouvoir avoir un choix parce que les anciennes clauses sont encore valides jusque fin septembre de cette année. Donc si on conclut un contrat entre aujourd'hui et fin septembre, on va pouvoir avoir un choix des clauses qu'on va vouloir appliquer, les nouvelles ou les anciennes. Si c'est après septembre qu'on va conclure le contrat, évidemment, on sera obligé d'utiliser les nouvelles clauses contractuelles type. Évidemment, pas oublier si on choisit d'utiliser les anciennes parce qu'on conclut un contrat avant fin septembre de cette année, il va quand même falloir passer aux nouvelles avant décembre 2022, évidemment. Deuxième chose à ne pas oublier, c'est que ce n'est pas parce que vous êtes encore soumis aux anciennes clauses contractuelles que l'arrêt Schrems II ne s'applique pas et qu'il ne va pas quand même falloir faire l'évaluation du risque et potentiellement prendre des mesures additionnelles si ça s'avère nécessaire pour la sécurité des données. En ce qui concerne réellement les nouveautés par rapport à l'arrêt Schrems II qui sont comprises dans ces clauses contractuelles type, on a deux nouveaux articles qui parlent vraiment de ça et qui concernent les lois et pratiques des pays tiers qui vont pouvoir avoir un impact sur le traitement et le respect des clauses contractuelles type. Et on a un article qui concerne vraiment l'accès que des autorités publiques pourraient avoir ou demander à avoir dans des pays tiers aux données des citoyens européens. Les clauses contractuelles rajoutent de nouvelles obligations à cet égard que je vais détailler juste après, mais de nouveau, il ne faut pas oublier qu'elles n'invalident pas l'arrêt de la Cour de justice et que ça reste un contrat qui pourrait éventuellement ne pas faire le poids face à une loi dans un pays tiers. Et que dans certains cas, ce sera toujours nécessaire de prendre des mesures additionnelles, voire de stopper le traitement si vraiment il n'y a aucune mesure qui va pouvoir être susceptible de protéger de manière adéquate les données à caractère personnel. Quant à la solution qui a vraiment été préconisée par la Cour de justice, par la Commission pour vraiment l'évaluation du risque, on voit qu'elle a choisi une approche basée sur vraiment l'évaluation du risque, comme je viens de le dire. C'est-à-dire que les entités ont une obligation de moyens plus qu'une obligation de résultat. Elles vont être obligées de faire des recherches quant aux droits du pays tiers, de s'informer, de s'assurer, de documenter très fort toute cette évaluation du risque qu'elles vont devoir faire. Mais elles ne doivent pas être en mesure d'écarter toute possibilité éventuelle d'un risque. Et par là, par exemple, on a un bel exemple qui est que les clauses contractuelles type prévoient que l'expérience pratique concrète de l'entreprise importatrice est relevante dans l'évaluation du risque.
Donc, si on a une entreprise qui pourrait être soumise à une loi impliquant que les autorités publiques peuvent lui demander accès aux données qu'elle traite, mais qu'en 20 ans d'existence, ce n'est encore jamais arrivé qu'une entreprise publique, qu'une autorité publique lui fasse une demande de ce type, ça va pouvoir être pris en compte. Ça ne sera pas suffisant pour dire qu'il n'y a aucun risque et qu'on peut envoyer les données, mais ça sera pris en compte. Deuxième nouvel élément, c'est, et ça c'est déjà présent dans la plupart des contrats aujourd'hui, mais c'est rentré dans les clauses en elles-mêmes, c'est tout ce qui est en information et transparence. L'importateur, dès qu'il reçoit une demande d'une quelconque autorité publique, va devoir informer l'exportateur des données de cette demande. S'il ne peut pas le faire parce que la loi le lui interdit, il devra le faire dès que c'est possible, voire il sera obligé de contester cette demande s'il considère qu'elle est illégale. On a aussi enfin une annexe ce sera nécessaire de lister et de détailler toutes les mesures additionnelles de sécurité que les entreprises ont prises. Et là, la Commission a également donné des tas d'exemples qui sont assez variés pour aider les entreprises à savoir ce qu'elles doivent mettre dans cette annexe. La question reste cependant, est-ce que tout ça sera suffisant à éviter un arrêt Schrems 3 ? C'est pas certain. D'ailleurs, None of Your Business a déjà émis quelques critiques par rapport à cette solution qu'ils considèrent comme étant insuffisante. Donc ça, seul l'avenir nous le dira. Quant au deuxième set de clauses contractuelles types, donc celles nécessaires pour un contrat de traitement de données en Europe, c'est des clauses contractuelles types qui reprennent les éléments importants de l'article 28 du RGPD. Évidemment, leur usage est optionnel. Donc, si vous avez déjà un contrat avec vos sous-traitants qui prévoit toutes les obligations prévues à l'article 28, vous pouvez rester sur ce contrat-là. Il n'y a aucune obligation d'utiliser le template de la Commission européenne. C'est donc, comme je le disais, un contrat qui va être uniquement possible de prendre entre un responsable du traitement et un sous-traitant en Europe. Dès qu'il y a un transfert vers un pays tiers, alors on est dans les clauses contractuelles que j'expliquais juste tout à l'heure et qui contiennent également les éléments nécessaires de l'article 28 du RGPD. Dans ces clauses-ci, on a aussi une docking clause qui est également optionnelle, donc qui permet de rajouter une tierce partie au contrat une fois qu'il a déjà été conclu. Et enfin, si vous décidez d'utiliser ce template, faites juste attention au fait qu'il y a certains éléments qui ne sont pas réglés par ces clauses contractuelles types, notamment la responsabilité des parties, donc quelle partie est responsable et dans quelle mesure d'un dommage ou d'une faute, ainsi que les coûts. Les clauses contractuelles ne précisent pas si le sous-traitant doit supporter les coûts de l'assistance au responsable du traitement ou inversement. Donc ça, si c'est quelque chose que vous voulez voir réglé dans les contrats, il faudra le faire en plus. Alors, deuxième grande nouvelle dans le monde du RGPD au niveau européen, c'est évidemment la décision d'adéquation qui concerne le Royaume-Uni. Cette décision a été prise le 28 juin, donc il y a seulement quelques jours, et il y en a également eu une le même jour sur la Law Enforcement Directive, mais qu'on va pas discuter ici. Donc, comme vous le savez sans doute, une décision d'adéquation, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie en réalité que les données à caractère personnel qui sont traitées aux États-Unis bénéficient d'une protection essentiellement équivalente à celle dont elles bénéficient quand elles sont traitées en Europe. Ça signifie qu'on va pouvoir transférer des données vers le Royaume-Uni sans mesures additionnelles et simplement en se basant sur cette décision d'adéquation, on n'aura pas forcément besoin de prendre d'autres mesures ou d'autres contrats pour faire ce type de transfert. Chose intéressante, c'est que la Commission a inclus une sunset clause dans cette décision d'adéquation. Ça veut dire que la décision d'adéquation a une validité de 4 ans seulement, après quoi la Commission va être obligée de réévaluer le bien fondé de la décision en fonction de l'évolution de la législation au Royaume-Uni. La Commission est de toute façon, pour toutes les décisions d'adéquation, obligée de faire une évaluation permanente du droit dans le pays tiers pour voir si la décision d'adéquation est toujours valable ou pas. Mais ici, il y a vraiment en plus une date de validité stricte de 4 ans.
troisième sujet que j'aimerais aborder avec vous, c'est les recommandations de l'EDPB, le CEPD, le Conseil européen de protection des données. Donc, il en a publié deux récemment. La première concerne les bases légales du stockage des données relatives aux cartes de crédit et ce stockage dans le but de faciliter les transactions en ligne ultérieures. Donc, le sujet est vraiment très précis. C'est une recommandation qui est également très courte puisqu'elle fait seulement 4 pages. Dans cette recommandation, le DPB se pose la question de savoir quelle base légale de l'article 6 du RGPD va pouvoir être invoquée pour enregistrer donc ces données de carte de crédit dans le seul but de faciliter des transactions ultérieures. Le CEPD explique d'emblée que ne pourront pas être utilisées comme base légale l'obligation légale, puisqu'il n'y en a pas, l'intérêt vital des personnes, ainsi que l'exécution d'un contrat, puisque c'est pour faciliter des contrats potentiels futurs, donc ce n'est pas un contrat actuel. La question se pose en ce qui concerne l'intérêt légitime, mais le CEPD considère que dans ce cas-ci, il n'y aura sans doute pas d'intérêt légitime à faire ce traitement. Pourquoi ? Parce que l'intérêt légitime poursuivi serait de conclure de nouvelles transactions et de faciliter les transactions, mais cet enregistrement des données de carte de crédit n'est pas nécessaire à conclure un nouveau contrat avec les personnes concernées. Et de plus, dans la balance des intérêts, les intérêts des personnes concernées pèseront sans doute plus lourd, puisqu'il s'agit quand même de leurs données financières qui sont assez sensibles. Le CEPD conclut en disant que voilà, la seule base légale possible donc pour ce type d'enregistrement de données, c'est le consentement. Deuxième set de recommandations que le DPB a publié récemment, c'est un update de ses recommandations qu'elle avait déjà publiées, que le comité avait déjà publiées en novembre 2020, en ce qui concerne justement les mesures additionnelles qu'une entreprise va pouvoir prendre pour assurer la protection des données à caractère personnel qu'elle transfère vers des pays tiers et qui avait été prise suite à l'arrêt Schrems II. Dans cette recommandation, le DPB aborde la chose par des étapes, en 6 étapes en réalité. Donc, il commence en disant la première chose à faire pour toute entreprise, c'est de faire un plan de tous les transferts de données à caractère personnel vers des pays tiers que vous faites. Deuxièmement, il va falloir regarder pour chaque transfert sur base de quel outils de transfert vous le faites, est-ce qu'il y a une décision d'adéquation, est-ce que ce sont les clauses contractuelles type, etc. Troisièmement, si le transfert a été fait sur base d'un outil contractuel, tel les clauses contractuelles type, il va falloir vérifier si le droit dans le pays tiers permet à l'importateur de réellement respecter ses obligations contractuelles. Quatrième étape, si le droit dans le pays tiers va pouvoir potentiellement être un problème, il sera nécessaire pour l'exportateur et l'importateur d'identifier les problèmes, d'identifier des mesures supplémentaires qu'ils vous pourraient prendre et les adopter. Et puis enfin, la cinquième et la sixième étape sont plus tard dans le processus, puisque c'est les étapes formelles, par exemple, notification à l'autorité de protection des données, si vous désirez adapter les clauses contractuelles type, mais aussi documenter tout le processus et de réévaluer en permanence la validité de l'analyse qui a été faite. Les clauses contractuelles type vont également donner des exemples de situations dans lesquelles le CEPD considère que oui ou non, il y a un risque pour les données à caractère personnel. Donc, ils vont donner des exemples de si on arrive à tout crypter en Europe et les envoyer de manière cryptée aux États-Unis, par exemple, mais que la clé reste en Europe, alors il y aura peut-être moins de soucis que si la clé de cryptage a été partagée avec l'entité importatrice. Il donne pas mal d'exemples comme ça. Souvent, les mesures restent quand même axées sur les mesures qu'on connaît de cryptage, pseudonymisation, minimisation de données, avec des conseils plus pratiques comme le fait si, par exemple, vous pseudonymisez les données, idéalement,
les données pseudonymisées sont envoyées à un importateur et les éléments qui permettent de retrouver la personne concernée derrière le pseudo vont être partagés avec un autre importateur de manière à ce que aucun des destinataires des données ne va pouvoir reconstituer et retrouver la personne concernée visée par les données. Et je repasse donc la parole à Yann pour la suite. Merci. Dankjewel Anne-Sophie. Wij gaan verder gaan met een arrest van het Hof van Justitie, namelijk in verband met de Facebookzaak, de Belgische Facebookzaak. Dus die zaak, of beter gezegd, al een heuse saga is het geworden, dateert al van 2015, waarbij dat de toenmalige privacycommissie een vordering had ingesteld tegen Facebook België, Facebook Ierland en Facebook Inc. omwille van het gebruik van de Facebook Pixel op verschillende websites van Belgische uitgevers. En waarbij dat er via die Pixel gegevens werden verzameld van zowel Facebook gebruikers als ook van niet-gebruikers. En de bezorgdheid van de privacycommissie daarbij was voornamelijk dat die gegevens werden verzameld zonder een geldige toestemming en zonder de gebruikers daarvan op een correcte manier in te lichten. Er was eerst een kortgedingprocedure. Die procedure is dan overgegaan naar een procedure ten gronde. Eerst aanleg en dan in beroep. En in beroep heeft het Brusselse Hof van Beroep beslist om een aantal prejudiciële vragen te stellen aan het Hof van Justitie, aan de Europese rechter. Het waren vooral zeer procedurele vragen die betrekking hadden op het nieuwe één-loket-mechanisme dat voorzien is onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En meer bepaald had het beroepshof vragen omtrent de rol die zij nog kon opnemen ten aanzien van Facebook België. Ze achtten dat ze niet bevoegd was ten aanzien van Facebook Ierland en ten aanzien van Facebook Inc. Maar ten aanzien van Facebook België had zij haar twijfels of dat ze nog kon optreden ten aanzien over de vordering of zich daar beter gezegd kon over uitspreken. Wat was meer bepaald of wat zijn eigenlijk de hoofdvragen geweest van het Hof van Beroep? Was enerzijds of dat het Hof van Beroep, of beter gezegd, dat een gegevensbeschermingsautoriteit een actie kan ondernemen, een rechtsvordering kan instellen bij de rechterlijke instanties van haar lidstaat, ook wanneer dat die gegevensbeschermingsautoriteit niet de leidende toezichthoudende autoriteit is. En dat heeft dan weer betrekking op, u zal het misschien herinneren, op de hiërarchie die de GDPR heeft voorzien tussen autoriteiten en waarbij het zijn onderscheid heeft gemaakt dat wanneer er bepaalde verwerkingen zijn die een grensoverschrijdend karakter hebben, dat daar een leidende toezichthoudende autoriteit is die zich dan met prioriteit of bij voorkeur kan gaan uitspreken om ervoor te zorgen dat er geen lappendeken aan verschillende beslissingen in alle verschillende lidstaten over eenzelfde verwerking zouden komen. En dat was hier dus zeker pertinent, omdat we hier zaten met verwerkingen van inwoners van de Europese Unie van Facebook. En de controller, de verwerkingsverantwoordelijke daarvoor is, en daar was ook geen discussie over, was Facebook Ierland. En dus was de vraag van Facebook België is geen verwerkingsverantwoordelijke. In welke mate kan zij toch nog vorderingen instellen en haar bevoegdheden uitoefenen ten aanzien van Facebook België? Wat heeft het Hof daarin beslist? Het Hof heeft daarin beslist dat een nationale autoriteit verliest niet al haar bevoegdheden als er ook een leidende toezichthoudende autoriteit is. Het Hof bevestigt dat de GBA, de Gegevensbeschermingsautoriteit hier in België, inderdaad nog een mogelijkheid heeft om bij de Belgische rechter aan te kloppen en een vordering in te stellen als die betrekking heeft op een grensoverschrijdende verwerking, maar onder bepaalde voorwaarden. Ten eerste
De vordering die zij instelt moet binnen haar bevoegdheden als toezichthoudende autoriteit vallen. Dat wil met name zeggen dat er rekening moet worden gehouden met de bevoegdheden die door de GDPR zijn opgelegd aan de toezichthoudende autoriteit. Onder meer dat zij, als zij niet de leidende toezichthoudende autoriteit is, dat zij enkel kan optreden in haar lidstaat en daar rechtsmacht over heeft. Dat zij binnen bepaalde voorwaarden ook bepaalde voorlopige maatregelen kan nemen als er inderdaad een zeer urgente zaak zou zijn. Tweede voorwaarde is ook dat de mechanismen die zijn voorzien in zaken samenwerking en overleg en coherentie met de andere autoriteiten, dat die ook steeds moeten worden geraadpleegd en dat er dus ook steeds contact zal moeten worden gezocht met die leidende toezichthoudende autoriteit. En dat men eerst zal moeten afwachten of dat deze een standpunt wil innemen of dat die eigenlijk de zaak naar zich toe zou willen trekken. Wat is niet belangrijk, zegt het Hof van Justitie, is dat de verwerkingsverantwoordelijke in die lidstaat zelf een vestiging heeft. Dat is geen vereiste die de bepaling waarover de principiële vragen werden gesteld, is geen vereiste die daarin is opgenomen. Uiteraard, zegt het Hof van Justitie, kan dit ook maar enkel gaan over feiten en over inbreuken die zich zouden hebben voorgedaan nadat de GDPR natuurlijk van toepassing is geworden. Dat was bijzonder aan deze zaak. Die was ingeleid in 2015. Toen bestond nog de oude privacyrichtlijn, de Belgische privacywet. En die zijn natuurlijk op 25 mei 2018 opgegeven geweest en de GDPR kwam in de plaats. En dus enkel voor het deel dat nog onder de GDPR zou vallen en waarvoor het een eventuele inbreuk zou zijn, daarvoor kan de Belgische autoriteit naar de Belgische rechter stappen om een vordering in te stellen. Het Hof van Justitie erkent ook dat de Belgische autoriteit een vordering kan instellen tegen Facebook België, ook al gaat het over een verwerking waarvoor dat Facebook België niet de verwerkingsverantwoordelijke is, maar wel Facebook Ierland. En dat omwille van het feit dat het hier wel gaat, of op voorwaarde beter gezegd, dat het hier gaat over een verwerking die plaatsvindt in het kader van de activiteiten van een vestiging. En de redenering hierachter op deze zaak was dat Facebook België houdt zich bezig met marketingactiviteiten, houdt zich bezig met onderhandelingen, voornamelijk hier met de Europese instellingen in Brussel, en die houden zeer sterk verband met de verwerking die waarover er discussie bestond, namelijk het verwerken van persoonsgegevens van gebruikers en niet-gebruikers van Facebook. Tot slot, zeer klein punt ook nog, is dat het Hof van Justitie heeft bevestigd dat de bepaling 58.5 van de GDPR rechtstreeks werking heeft, wat betekent dat de Belgische wetgever geen verdere implementatie van die bepaling moet doen. Ik zeg geen verdere, omdat eigenlijk die bepaling al letterlijk was opgenomen in de nieuwe wet. Dat brengt ons bij, of dat houdt ons beter gezegd, nog altijd bij de gegevensbeschermingsautoriteit. En een aantal, een korte nieuwsflash die er toch is geweest de afgelopen weken, namelijk dat de Belgische autoriteit de twijfelachtige eer heeft gekregen van de eerste autoriteit te zijn geweest waartegen dat de Europese Commissie nader onderzoek heeft ingesteld. Er is namelijk in november een anonieme klacht geweest bij de Europese Commissie over een aantal leden van de gegevensbeschermingsautoriteit waarbij dat men zich ernstige vragen stelde of dat die wel konden optreden en aangesteld worden als een lid van de gegevensbeschermingsautoriteit, omdat daarvoor een vereiste is van onafhankelijkheid. En een aantal van die personen die namen ook mandaten op in een universiteit of waren actief binnen federale overheidsdiensten, waarbij dat mensen zich dan dus ernstige vragen stelden of dat die wel onafhankelijk konden optreden. Twee van deze personen hebben ondertussen al ontslag genomen en er wordt nu verder gekeken in welke mate dat de onafhankelijkheid nog gegarandeerd kan worden binnen de gegevensbeschermingsautoriteit. Een tweede onderzoek is ook geopend naar het informatieveiligheidscomité. Dat is eigenlijk het comité dat zich vroeger nog bezighield met goedkeuringen op het vlak van sociale zekerheid. Ook daar
is er meer informatie opgevraagd bij de Belgische autoriteiten om een beter zicht te krijgen hoe dat dit werkt, omdat die zou zijn opgericht tegen het advies van de GBA zelf in en tegen het advies van de Europese Commissie. België heeft 2 maanden de tijd gekregen om een beter onderzoek te gaan instellen naar die onafhankelijkheid en om eventueel ook bepaalde maatregelen te gaan nemen. En dat sluit dan naadloos eigenlijk aan en dat is ook nog natuurlijk Max Schrems opgevallen, die er toch kort over kon tweeten dat de commissie onderzoek ging verrichten naar België als er misschien toch ook nog wel andere katten te geestelen waren in zijn opinie. En dat brengt ons bij het Rekenhof. Het Rekenhof heeft eigenlijk dan intern in België de opdracht gekregen om bepaalde conflicten te gaan onderzoeken. Zoals een aantal onder u misschien zullen weten, is het niet allemaal roosgeur en maneschijn binnen de gegevensbeschermingsautoriteit, maar zijn er een aantal personen die met elkaar in conflict liggen. En naar aanleiding van die conflicten is er een audit besteld geweest bij het Rekenhof, die eigenlijk een doorlichting moest doen, opnieuw van het goed functioneren van die onafhankelijkheid van de gegevensbeschermingsautoriteit. Die audit die zou zijn afgerond, hebben wij vernomen in de pers. Wat er in het verslag stond, is niet gepubliceerd geweest, maar op basis van wat er gepubliceerd werd in bepaalde kranten en op bepaalde websites waren er toch problemen gesignaleerd van onafhankelijkheid en ook eigenlijk van hoe dat de zaken eigenlijk aan de gang gingen intern binnen de gegevensbeschermingsautoriteit. Welk gevolg daar zal aan gegeven worden en wat nu die effectieve inhoud is van dat rapport is afwachten. Dit ligt nu voorlopig bij het parlement en het is aan hen om te gaan kijken of dat daar bepaalde stappen moeten worden genomen en of er bepaalde verschuivingen misschien moeten gebeuren van personen of bepaalde personen zouden moeten worden vervangen. Zo bevinden we ons dus al ondertussen in België. En blijven we nog altijd bij die gegevensbeschermingsautoriteit. Zij heeft conform haar verplichtingen van de GDPR haar jaarlijks verslag gepubliceerd enkele weken geleden. Dat is een rapport van een 60-tal pagina's waarbij dat zij nader toelichting geeft over haar functioneren, de beslissingen die zij heeft genomen en de zaken die zij heeft opgelost. Die bevat een hele reeks aan statistieken, aan aantallen van zaken die zij heeft behandeld. We gaan er niet in groot detail met u op in, maar het is denk ik toch wel interessant om te kijken van welke sancties legt de gegevensbeschermingsautoriteit voorlopig op. Wat is daar die verhouding in? Want u zal weten dat zij een heel palet hebben aan bevoegdheden, aan corrigerende maatregelen die zij kunnen nemen. En zij maakt daar zeker gebruik van. Een groot aantal zaken worden opgelost met een seponering of louter met een waarschuwing. Een aantal zaken, in een aantal gevallen heeft men ook al wel beslist om de stopzetting van de verwerking. Zeer vaak gaat men echter niet zover, maar gaat men toch ook wel kijken in een 17-tal beslissingen om de verwerkingsverantwoordelijke de verplichting op te leggen om verdere maatregelen te nemen om haar verwerking in overeenstemming te brengen met de GDPR. En in bijna 20 zaken is men ook overgegaan tot een administratieve boete. De evolutie die we dan zien van de 2 jaar dat de gegevensbeschermingsautoriteit al actief is, zien we toch een exponentiële groei in zaken die zij behandelen. Het aantal aan informatievragen en aan bemiddelingsvragen die zijn wel enigszins verminderd. Maar bij bemiddelingsvragen is er wel de belangrijke opmerking dat die vroeger tezamen werden gerekend met klachten, waar het dat die nu uit elkaar zijn getrokken. U zal zien op deze slide dat het aantal klachten zeer sterk is toegenomen. Ook het aantal gegevenslekken die gemeld worden, die zijn toegenomen. De surveillance of monitoring zijn eigenlijk een bijzondere dossiers. En zo geeft de gegevensbeschermingsautoriteit in haar verslag aan. Dat zijn eigenlijk onderzoeken die zij zelf opstart. Zaken die zij beter in de gaten wil houden. Voornamelijk omdat er misschien bepaalde initiatieven in de pers zijn gekomen.
over verwerkingen waarbij dat men toch nader naar wil gaan kijken. En die gaat men dus opvolgen. Dat zijn dan aparte dossiers. Ook daar zie je een belangrijke toename van zulke dossiers. Kijken we ook onderaan naar de dossiers die de inspectiedienst gaat behandelen, zien we dat de meeste behandeld worden op vraag van de geschillenkamer. U zal weten dat als een klacht bij de geschillenkamer komt, de geschillenkamer de mogelijkheid heeft om die verder te laten onderzoeken door de inspectiedienst alvorens zelf een beslissing te nemen. En zij doet dat toch in een groot aantal gevallen. In veel minder aantal gevallen neemt de inspectiedienst zelf initiatief. En het kan ook zijn dat het initiatief wordt opgelegd of het initiatief wordt genomen door directiecomité van de autoriteit die een onderzoek dan bestelt bij de inspectiedienst. Gaan we even kijken naar de belangrijkste richtsnoeren en aanbevelingen die er zijn geweest door die gegevensbeschermingsautoriteit. Een eerste is eigenlijk een goedkeuring van een aantal codes of conduct. En daarbij zijn ze toch een van de voorlopers geweest, en dat mag ook gezegd zijn, hier in Europa als autoriteit om een code of conduct te gaan goedkeuren. En meer bepaald met betrekking tot cloud service providers. Wat heeft men daarin opgenomen? Dat zijn eigenlijk afspraken waar cloud service providers zich mee kunnen akkoord verklaren en die voornamelijk betrekking hebben op good practices die verband houden met de verplichtingen die moeten staan in een verwerkingsovereenkomst. Men heeft ook een accreditatie toegekend aan Scope of Europe en dat is eigenlijk het toezichthoudende orgaan die moet gaan nakijken dat mensen die zich, of beter gezegd entiteiten, die zich aansluiten bij die Code of Conduct, dat die Code of Conduct ook gaan naleven. Een tweede belangrijk document dat gepubliceerd is enkele weken terug, is een beleid in zaken seponeringsbeslissingen. Zoals ik daar kort juist al aanhaalde, is het de mogelijkheid van de geschillenkamer om klachten te gaan seponeren en daar dus geen verdere beslissing in te nemen. De voorzitter van de geschillenkamer heeft daarvoor een soort van guidelines opgenomen en gepubliceerd die het beleid uitstippelen van wanneer dat de geschillenkamer overweegt om tot een soort seponering over te gaan. En dat heeft ook aanleiding gegeven tot een wijziging in het klachtenformulier dat een betrokkenen kan gaan invullen online, waarbij dat toch iets ruimer is geworden dan het formulier dat daarvoor bestond. Ja, daarvoor moest men voornamelijk gaan aangeven dat men, wie dat men was, zichzelf identificeren, de verwerkingsverantwoordelijke identificeren en aangeven dat men een klacht had die te maken had met gegevensbescherming. Nu is het toch iets verregaander gegaan en het lijkt ook wel iets om toe te juichen. Namelijk dat men eigenlijk aan die betrokkenen, en dat staat ook online aangegeven, toch wel aanbeveelt om door het document van een 20-tal pagina's te gaan, om te kijken wanneer dat er een seponering is en om te gaan verifiëren dat men niet in een van die voorwaarden zou vallen, om toch wel, denk ik, het aantal klachten dat soms vrij lichtzinnig, omdat dat drempel zeer laag ligt, om dat tegen te gaan en om de werklast te verlagen van de gegevensbeschermingsautoriteit, toch een soort van zelfcensuur bij de betrokkenen te doen om niet te lichtzinnig die klachten te gaan indienen bij de autoriteit. In dat document wordt eigenlijk een onderscheid gemaakt tussen technische seponeringen en seponeringen omwille van redenen van opportuniteit. Die technische seponeringen zijn een 5-6-tal voorwaarden, of gevallen beter gezegd, waarbij dat de geschillenkamer zal nagaan of dat er voldoende bewijs is om eigenlijk in de eerste instantie al gewoon inbreuk vast te stellen. Als dat niet het geval is, dan zal men die zaak seponeren. Dat is ook het geval als het zeer duidelijk een manifest ongegronde klacht zou zijn. Dat kan zijn wanneer dat de betrokkenen zich anoniem wil blijven of wanneer dat men niet duidelijk aangeeft wie dat eigenlijk de controller is, de beklaagde partij, zeg maar.
Hetzelfde wanneer dat men zeer duidelijk ziet dat het hier niet gaat om een inbreuk die te maken heeft met gegevensbescherming, of wanneer dat een andere autoriteit bevoegd zou zijn om die kwestie te behandelen. Hetzelfde ook, seponering zal het geval zijn wanneer het gaat over inbreuken die nog van voor de GDPR dateren of die al meer dan 5 jaar oud zijn. Met name de verjaringstermijn die in de wet inzake de GPA is opgesteld. Dat zal zich vandaag natuurlijk nog niet kunnen voordoen, want 5 jaar sinds de inwerkingtreding van de GDPR is nog niet gepasseerd. Seponering zal ook het geval zijn wanneer dat men geen belang zou hebben als geklaagde of wanneer dat men zijn klacht zou intrekken. Belangrijk, heel het seponeringsbeleid is niet carved in stone. Het is een soort intern beleidsdocument waarvan de geschillenkamer natuurlijk ook naar goeddunken kan van afwijken als daar bijzondere omstandigheden zouden zijn. Dat wil zeggen dat wanneer dat een betrokkenen zijn klacht toch zou intrekken, dat dit niet automatisch betekent dat de geschillenkamer altijd zal overgaan tot een seponering. Als er bepaalde uitzonderlijke situaties toch vindt dat daar nader moet worden naar gekeken en dat een beslissing of een optreden ten aanzien van die controller toch opportun lijkt, dan kan men dat nog steeds uiteraard doen. Over opportuniteit dan gesproken, dat is eigenlijk de tweede categorie van redenen waarom dat men kan overgaan tot een seponering. En daar is eigenlijk de hoofdvraag die moet worden gesteld: heeft de klacht een hoge maatschappelijke of persoonlijke impact? En dat gaat men beoordelen, of daarvoor gebruikt men, beter gezegd, binnen de geschillenkamer, de criteria die zijn aangereikt om een gegevensbeschermingseffectbeoordeling te doen, dus een impact assessment. Men zal dus onder andere kijken naar de situaties waarin is een DPIA nodig. Bijvoorbeeld gaat het hier over gevoelige gegevens, over een grote hoeveelheid gegevens, worden er verschillende datasets met elkaar gematcht. Als een aantal van die categorieën aanwezig zijn, dan kan het zijn dat men beoordeelt inderdaad, er is hier een hoge sociale of maatschappelijke en persoonlijke impact en dus gaat men over tot een verderzetting van die zaak om ten gronde een beslissing te nemen. Is dat niet het geval, dan gaat men kijken van oké, er is een persoonlijke impact. Is het eigenlijk opportun? Zijn er redenen van efficiëntie om toch over te gaan naar een verderzetting? En dan gaat men eigenlijk een aantal elementen toetsen die ik hier op die slide heb hernomen. In eerste instantie gaat men voornamelijk kijken van is er al een contact geweest tussen de klager en de beklaagde partij? Heeft men al contact gezocht met die controller om zijn recht op wissing, zijn recht op bezwaar bijvoorbeeld uit te oefenen? Of is men rechtstreeks naar de gegevensbeschermingsautoriteit gestapt? Als dat inderdaad het geval is, dan kan het zijn dat men gaat seponeren en dat men aan de klager gaat aanraden om toch eerst contact op te nemen met de controller alvorens naar de autoriteit te stappen. Hetzelfde wanneer dat men eigenlijk wel contact zou hebben opgenomen of een klacht zou hebben ingediend bij de verwerkingsverantwoordelijke, maar die zeer weinig tijd, minder dan 30 dagen, zou hebben gegeven om te reageren. Ook in dat geval zal men eerder overgaan tot een seponering. Seponering is ook aan de orde wanneer dat er al een administratieve of een gerechtelijke beslissing misschien is gebeurd geweest over de zaak die, waarover dat men een klacht bij de autoriteit indient. Seponering zal ook aan de orde zijn wanneer dat het hier manifest excessief is. De voorbeelden die de autoriteit daarbij aanhaalt is voornamelijk wanneer het hier gaat over een betrokkenen die al een aantal keer dezelfde klacht bij de autoriteit heeft ingediend en al iedere keer werd die klacht ongegrond verklaard. Ook wanneer er onvoldoende bewijs is opgenomen om over te gaan tot of om te beoordelen dat er een inbreuk is geweest op het gegevensbeschermingsrecht, zal er aanleiding zijn om te stellen van kijk, het is niet opportun, gelet op de middelen die we moeten inzetten om die zaak te gaan onderzoeken, om verder dit te behandelen. Ook, en dat is toch wel ook een belangrijk punt, wanneer dat de controller al ondertussen maatregelen zou hebben genomen
om het voorwerp van die klacht weg te nemen, als er ondertussen al gereageerd zou zijn geweest ten opzichte van een betrokkenen, als er bijvoorbeeld aanpassingen zijn gebeurd aan de privacy policy waarover dat die klacht ging, dan zijn het ook elementen die kunnen leiden tot meteen de seponering van die klacht. En een laatste categorie is eigenlijk dat men gaat zeggen dat een diepgaand onderzoek, dit is echt zeer opportuniteitsgericht dan, om te kijken, ja, heeft het zin om onze middelen te gaan besteden om dit verder te gaan onderzoeken, gelet op de kosten die eraan zijn verbonden, de middelen die moeten worden ingezet, de kansen op succes en ook het aantal klachten die over hetzelfde onderwerp eigenlijk al zijn ingediend bij de gegevensbeschermingsautoriteit. En dan verwijst men nadrukkelijk naar zaken over direct marketing en naar klachten die te maken hebben met cameratoezicht. Blijkbaar, of dat is toch de indruk die je krijgt als je het document leest, zijn dat toch wel een groot stuk van de voorwerpen van de klachten die worden ingediend. En dat wil men toch zeker gaan terugdringen. En dus kan het zijn dat men, omdat er al zoveel klachten daarover behandeld worden, dat het veel sneller tot een seponering zou kunnen gaan van dit soort zaken. Belangrijk voor die direct marketing is dat men in het beleid duidelijk zegt van kijk, dit zal zeker niet het geval zijn, men gaat zeker niet overgaan tot een seponering als het te maken heeft met de telecomsector. Omdat de telecomsector een van de sectoren is die extra aandacht krijgt momenteel van de gegevensbeschermingsautoriteit wanneer dat men zijn prioriteiten voor volgend jaar heeft, voor dit jaar heeft bepaald. Gaan we over tot een aantal beslissingen die de gegevensbeschermingsautoriteit heeft genomen de afgelopen periode en waar wij de meest interessante zaken hebben uitgehaald voor u. Eén zaak betrof een kennisgeving die binnen een bedrijf werd rondgestuurd en waarbij dat de werkgever aangaf dat twee personen ontslagen waren geweest en in die e-mail ook aan heel het personeel ook aangaf dat dat was gebeurd omdat er met die personen, die waren ontslagen en men had in die e-mail dus opgenomen dat met die personen, dat die personen al een aantal waarschuwingen hadden gekregen, dat er opvolggesprekken waren geweest waaraan dus negatieve gevolgen blijkbaar waren gekoppeld. En deze twee personen hadden dan klacht ingediend tegen hun voormalige werkgever. Omwille van die e-mail die was rondgestuurd geweest en daar heeft de gegevensbeschermingsautoriteit gezegd dat kijk, het rondsturen van die e-mail en het vermelden van de naam van die persoon is op zich niet onrechtmatig. Dat mag zeker gebeuren binnen een organisatie om uit te leggen dat personen gaan vertrekken natuurlijk. Maar zo gedetailleerd de redenen en de voorgeschiedenis zeg maar, van het ontslag aan te halen, dat vond men toch een schending van het gegevensminimalisatieprincipe. En dus werd er overgegaan tot enerzijds seponering en anderzijds een waarschuwing ten opzichte van, die werkgever. Een tweede zaak had betrekking op, en dan komen we eigenlijk terug op het beleid dat we zojuist hebben toegelicht, op een technische seponering van een klacht. Hier ging het over een klager die klacht had ingediend over het ontvangen van ongewenste e-mails. En die een klacht indiende of die toch wilde dat de inzage wou hebben in de e-mails, van waar dat die afkomstig waren, hoe dat de controller zijn gegevens had verkregen en die ook daar de verwijdering van wilde hebben. Hij had contact opgenomen met die controller, maar zonder resultaat. Maar in zijn klacht geeft hij aan dat hij anoniem wil blijven. En daar heeft de autoriteit op gesteld van kijk, als u anoniem wil blijven, kunnen we deze zaak eigenlijk niet verder behandelen en tot een voldoende resultaat komen. En omwille daarvan heeft men beslist om technische CEPO toe te kennen in dit dossier. Een laatste dossier betreft het recht op rectificatie. Speelt zich af in de fiscale sfeer. Er was blijkbaar binnen een aantal overheidsorganen, binnen de federale overheidsdiensten, een dossier opgesteld
waarin documentatie was opgenomen omtrent een bepaalde persoon, waarbij die persoon stond opgenomen, beter gezegd, of aangeduid als een stroomman. Die persoon vond dat een onterechte kwalificatie en had daarop klacht ingediend tegen die kwalificatie en wou een rechtszitting in verwijdering van dit element uit het dossier. En daar zegt de geschillenkamer van, kijk, dit is eigenlijk subjectieve informatie. Het is niet aan ons als geschillenkamer om positie in te nemen over de juistheid van de gegevens die in dat fiscaal dossier eigenlijk zaten. En om die redenen kunnen wij natuurlijk ook niet de plaats innemen van die autoriteit om te gaan zeggen dat het al dan niet over een soort van stroomman zou gaan. Maar om die redenen geeft men ook aan van, kijk, er moet een verbetering gebeuren. Er moet in die dossiers worden opgenomen dat die persoon inderdaad betwist, zich als die kwalificatie als stroomman zeg maar betwist. En de controller moet ook aan iedereen die die dossiers of die documenten in handen heeft gehad, ook duidelijk aangeven dat zij daarvan op de hoogte zijn en dat zij ook die aanpassing kunnen doen. Dat brengt mij tot slot bij beslissingen van het Markthof, dus het beroepsorgaan zeg maar, tegen beslissingen van de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Geschillenkamer. Daar zijn 3 beslissingen in genomen. 2 vernietigingen, dus tot 2 maal toe heeft het Markthof opnieuw beslissingen van de Geschillenkamer vernietigd. Dat is niet de eerste keer, het gebeurt toch wel regelmatig. En in 1 zaak heeft men gewoon de bekrachtiging eigenlijk gedaan van akkoord tussen de partijen. Was over een taalkwestie en hield verband met de procedure in zaken het IAB. Wat nog een zaak is die hangende is voor de geschillenkamer. Dus het was vooral een procedurele fase. Met betrekking tot die 2 beslissingen die vernietigd zijn geweest, wat zijn daar de belangrijkste zaken die toch het vermelde waard zijn, is dat er in 1 van de zaken kon je afleiden uit de feiten dat blijkbaar de gegevensbeschermingsautoriteit akkoord was gegaan met de tegenpartij dat deze nog niet de geldboete moest betalen die er was opgelegd geweest in de beslissing van de geschillenkamer. Weet dat beslissingen van de geschillenkamer in de regel uitvoerbaar bij voorraad zijn en dus dat een beroep geen schorsend effect heeft, maar dat hier de autoriteit toch dan akkoord is gegaan dat die boete nog niet moest worden betaald. Er werd ook door het Markthof beslist dat zelfs als een klacht geseponeerd zou geweest zijn ten aanzien van een partij, dan nog kan die partij in beroep gaan en kan dat beroep ontvankelijk zijn. Waarschijnlijk zal het dan wel ongegrond worden verklaard, maar het feit dat een klacht geseponeerd is geweest ten aanzien van een controller, ontneemt die controller op zich niet de mogelijkheid om toch in beroep te gaan. Het Hof zegt ook dat de geschillenkamer geen bevoegdheid heeft om een beoordeling te maken en een beslissing te maken over subjectieve rechten van de partijen. En dan ging het voornamelijk over de inhoud van de licentieovereenkomst en de draagwijdte van auteursrechten. Het Hof heeft daarbij gezegd, het Markthof, van kijk, dit is iets dat aan de rechtbanken toekomt en niet aan de geschillenkamer om daarin een standpunt in te nemen. Het Markthof zegt ook dat zij niet bevoegd is om zich uit te spreken over schadevergoedingen omwille van tergend roekeloos geding of een foutieve proceshouding. In 1 van de zaken werd dat verweten aan de geschillenkamer, maar het Hof is daar niet op ingegaan en heeft die vordering ongegrond verklaard. Het Hof vernietigde 1 van de beslissingen onder meer met de argumentatie dat in de beslissing was aangegeven, dus in de beslissing van de geschillenkamer, dat men een bepaalde strafmaat voor de administratieve boete oplegde en men steunde dit eigenlijk op de hoogte van een boete die men in andere beslissingen ten aanzien van hetzelfde type functionaris al had opgelegd. En daarin was het Markthof vrij kordaat en zei van kijk, de geschillenkamer kan geen vaststaande rechtspraak ontwikkelen. Men moet de zaken
case by case gaan bekijken. En het is niet dat men in één zaak ten aanzien van een bepaald type ambtenaar een boete X heeft opgelegd, dat men die boete X ook zomaar kan gaan transponeren in een nieuwe zaak, waarbij dat eenzelfde type van ambtenaar in het geding zou zijn. Laatste element, en dat is toch wel een vrij forse taal dan van het Markthof, en dat is ook opnieuw niet de eerste keer, spreekt men ook wel van een bevoegdheidsoverschrijding, waarbij dat men eigenlijk toch wel hamert op de terughoudendheid die de geschillenkamer aan de dag moet leggen wanneer dat zij een geldboete oplegt. Een geldboete mag eigenlijk pas een laatste maatregel zijn om een inbreuk te gaan sanctioneren. En wanneer dat het wordt gedaan, dan moet men dat ook ten gronde of toch voldoende gaan onderbouwen. En in deze zaak vond men dat dat veel te weinig was gebeurd op basis van de feiten. Namelijk dat er hier zeer duidelijk was erkend door de autoriteiten dat de controller niet bewust, niet met een intentie tot inbreuk had gehandeld. En dat men ook al onmiddellijk bepaalde mitigerende maatregelen had genomen om het niet naleven van die GDPR recht te zetten. En men zei, kijk, in dat geval had men veel beter kunnen teruggrijpen naar een waarschuwing of naar een seponering, in plaats van onmiddellijk de eerste keer dat men dat die controller in aanraking komt met een bepaalde klacht, die een boete van 15.000 euro op te leggen. Dus om die reden werd de beslissing vernietigd. Ik zie dat ons uur om is. En dan gaan wij ons toch niet meer verdiepen in de laatste beslissingen die er in Nederland gevestigd waren, zodat we ons toch zeker aan de timing kunnen houden. En dat als mensen dat nog willen, dat er nog vragen kunnen worden gesteld. En anders wens ik iedereen die op vakantie gaat een zeer prettige vakantie toe. En hopen wij terug te zien en te horen. In september zullen wij zeker een volgend webinar houden. En wij hopen om nadien toch ook nog wel eens een fysiek seminar te kunnen houden. Hou jullie goed, zou ik zeggen. En tot ziens. Bedankt aan Sophie voor de uiteenzetting. En als er vragen zijn, dan zijn we ook beschikbaar om die te beantwoorden. Tot ziens.